Vandaag zijn we weer terug in Brawl Stars en ik ben ook weer terug op mijn pay-to-play account. Om heel eerlijk te zijn was ik dit account een beetje vergeten. Maar nu met de megadozen update dacht ik van, joh, misschien kan ik ook de megadozen gaan kopen op dit account. Dus als we eventjes naar de winkel gaan, zien jullie dat we hier een megadozen voordeelpakket hebben. En hier kunnen wij, als het goed is, in totaal, dan moeten we het eventjes uitrekenen, hier 13 keer 2. We kunnen in totaal 26 megadozen kopen in deze video voor iets meer dan 1000 gems. Daar zijn we intussen een kwartier verder met iets meer dan 1000 gems. PayPal dacht dat ik een verslaving had en dat ik geld aan het weggooien was. Dus ik moest allemaal verificatiedingetjes doen. Maar we gaan nu beginnen aan de megadoos opening. Dus we gaan als allereerste voor 80 gems 2 megadozen kopen. Dus here we go. 3, 2, 1. En ik hoor meteen eventjes zo'n 11 resterende items. Dat is niet gelukt. We hebben er 5. Nou, dat maakt niet heel erg veel uit. Ik zet trouwens het geluid voor jullie ietsje zachter. Dan gaan we 80 bling, 30 krachtpunten, 150 XP verdubbelaars en een Jessie spelerspictogram. En een Shelly spelerspictogram. Ik weet niet hoeveel er van die OG pictogrammen zijn, maar ik hoop wel dat ik ze allemaal kan krijgen in dit event. Nou is dit natuurlijk wel mijn tweede account, dus ja, wie weet gaat dat niet lukken. Maar hier hebben we ook weer 4 resterende items, maar we hebben nu al een skin. En dit is een skin voor Colt Rockstar Colt. Die heb ik ook als het goed is op mijn main account. Dus dat is best wel sick. Helaas is het geen nieuwe knokker. Maar als we in onze tweede megadoos al een skin hebben, dan denk ik sowieso wel dat we een knokker gaan krijgen in deze video. Dus we gaan gewoon meteen door. Want dit gaat heel erg lang duren, denk ik. Dus here we go. De derde doos. En dit zijn helaas maar 3 resterende items. Dat is niet superveel. Maar we hebben gewoon 100 gems gekregen. Wat? Ik had gewoon net heel veel gems niet hoeven kopen. Want ik kan hiermee gewoon nog extra dozen openen. Oké, dat is echt light. Nou, dit is dan de vierde doos. En dit zijn helaas maar 2 resterende items. Wat? Ik heb volgens mij nog nooit 2 gehad. Dat is wel echt heel erg stom. Moet je je voorstellen, heb je een gratis doos in de shop en dan krijg je 2 resterende items. Terwijl andere mensen legendary knokkers krijgen. Dat zou echt stom zijn. Het megadoos event is trouwens nu ook al een tijdje bezig. Dus laat eventjes allemaal een comment achter waarin je al je beloningen neerzet. Of tenminste je tofste beloningen uit deze megadozen. En even kijken. Oh, dit zijn helaas 4 resterende items. Wel gewoon wat gems erbij. Muntjes en bling en krachtpunten en XP-verdubbelaars. Oké, alsnog was het best wel een goede doos. Dan is dit geloof ik de 6e doos. En hieruit krijgen we helemaal niks. We hebben letterlijk 1 edelsteen gekregen. Eentje. Wat is dat nou weer? Geven we er dan geen 1? Daar heb ik letterlijk niks aan. Dan gaan we hier naar de 7e en 8e megadoos. We gaan er nu toch best wel snel doorheen. Oh, maar dit zijn 7 resterende items. Dit is sowieso wel iets, toch? 1 edelsteen weer. Dat is zo stom. Maar nu hebben wij, als het goed is, iets. Wat is dit? Een Barley skin, die gouden. Oh ja, het is de gouden Barley skin. En we hebben nog iets. Is dit dan een nieuwe knokker? Of wordt het weer een skin? Of een spelerspictogram? Nou, we gaan het zien. 3, 2, 1, go. Griff, nieuwe knokker. Die heb ik hier niet. Ja, we hebben gewoon een nieuwe knokker gekregen. Het is geen legendary knokker, maar wel een epische. Dat is zeker weten goed meegenomen. En zo'n Brawl Stars reactie, die is hartstikke leuk. Nou, dan gaan we nu naar de 8e megadoos. Dit zijn de laatste 3 resterende items. Maar we hebben nu al een epische knokker gekregen. We hebben 2 skins gekregen en een epische knokker, als het goed is. Maar dan gaan we nu door naar de 9e en 10e megadoos. Hoppakee, weer eventjes 80 gems betalen. Wat krijgen we nu? 4 resterende items. Dat valt een beetje tegen. En we hebben niet zoveel gekregen. Nou, we hebben wel gewoon 11 gems. Dat is best wel prima. Dan gaan we voor onze 10e megadoos. En we hebben gewoon 8 resterende items. Ik heb nog niet 11 resterende items gekregen. Ik hoop echt dat we die gaan krijgen in deze video. Want er waren best wel wat kijkers in de vorige video die 11 resterende items hadden. Maar helaas hebben wij nu nog 8. Of nou ja, niet helaas. Want we hebben nu gewoon ook weer een item bij de 4e. En dit is een Dynamite skin. Boomer Dynamite. Kijk, deze is heel gaaf hoor. Die gaan we zo sowieso eventjes uitrusten. En hier hebben we nog een item en dat is Viking Bull. Let's go! We hebben gewoon 2 skins achter elkaar gekregen. We hebben nu in totaal 4 skins gekregen en 1 knokker. We hebben ook nog een reactie voor beide skins. Dat is hartstikke tof hoor. Nou, dan gaan we nu door naar de 11e en naar de 12e megadozen. Dus here we go. Please 11. Nee, oké, 4. Maar wel bijna 300 blink. Kijk, dat is toch een lijp aan die megadozen. Wat? We hebben hier gewoon een item uitgekregen. Kijk dit. Dat had ik niet verwacht. Wat krijgen we? Oh, die danser Brock, weet hij? Oh, Sheriff is het. Ik dacht dat het die danser was, maar dit is Sheriff. Dat is best wel een leuke skin.
beetje simpel, maar het gaat natuurlijk omdat het een soort van een OG skin is. Nou, als mensen in de comments zeiden dat, dat dit volgens mij wel de OG skins zijn en niet remakes. Ik dacht dat het zeg maar, dat ze nu andere kleuren hadden. Dat het een soort van redesigns waren. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hierin hebben wij 4 resterende items en we hadden ook gewoon 258 bling. Helaas, geen items en ook geen geluid. Oh, ik had het geluid per ongeluk uitgezet. Oké, horen jullie het nog? Volgens mij wel. We gaan ervan uit. Ja, jullie horen het nog. Nou, we gaan door. Nou, als het goed is, de 13e megadoos. Nu ben ik een beetje de tel kwijt, maar here we go, please. Nee, oké, we hebben 5 resterende items. Ik had natuurlijk weer gehoopt op die 11 resterende items. Maar we krijgen hieruit ook gewoon weer iets sappigs, hoor. Even kijken, wat krijgen we? De andere Viking skin. Ja, deze, hoe heet die? Noorse plunderaarboel. Oh, dat is wel leuk, hoor. Maar ik wil weer eventjes zo'n knokker. Kom op. We begonnen sterk met een epische griff. Ik wil gewoon nog een knokker. En dit is als het goed is de 14e megadoos. Helaas maar 4 resterende items en niet zoveel gekregen. Nou, we hebben wel gewoon een leuke reactie gekregen. Hoeveel hebben we er nog? Oh crap, we zijn bijna bij het einde. Maar we kunnen nog echt een hoop dingen krijgen. Dus blijf vooral kijken. Here we go, dit is dan volgens mij de 15e. Ik weet het echt niet meer. 1 edelsteen, heel erg bedankt. Dat is echt heel sip. Maar ik hoop dat we nog iets goeds krijgen. We gaan zeker weten iets goeds krijgen. Here we go. Wat is het? Een Shelly, een ding. Ja, een skin. Een Shelly skin. Ik wist niet de naam. Maar dat is wel echt een sikke skin hoor. Oh my god, nou die... ik wilde hem uitrusten, maar ik heb er ongeluk op doorgaan gedrukt. We hebben ook een leuke reactie en natuurlijk nog de Shelly reactie. Dat was zeker weten een goede megadoos. Deze hebben 4 resterende items. Kijk, we krijgen nog steeds al dingen, maar ik wil even weten hoe het voelt om 11 resterende items te krijgen. Dat lijkt me gewoon zo lijp. Dus we gaan maar gewoon gauw door, want ik hoop echt dat het gaat gebeuren. Here we go, please! Oh, 4. We hebben nu heel de tijd 4. Dat is irritant. Maar we hebben wel gewoon weer een speciaal item. En dat is die strand... strandbrok. Oké, hij heet gewoon strandbrok. Nee, ja, dat kan. Die rusten we sowieso eventjes uit. En dan gaan we meteen door, want please... 5. Oké, dat is al ietsje beter dan 4. Maar nog steeds niet 11 resterende items. Maar we hebben ook weer een skin. En dat is de strand Jessie skin. Zomer Jessie. Is ook goed. Dit vind ik trouwens echt een hele leuke skin. Dus die gaan we sowieso even uitrusten. En volgens mij heb ik op dit account ook een hypercharge kracht level 11 Jessie. Dus is het ook wel leuk dat ik er nu een skin voor heb. Oh, wat is dit? Wow, 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 wow. Oh, ik heb Rico gekregen. Waarschijnlijk omdat ik nu ook de Sovereign Rico heb gekregen. Oh, dat is best wel leuk dat je dan ook automatisch Rico krijgt. Rico is niet heel moeilijk om te krijgen. Hoe had ik trouwens nog geen Rico? Maar we gaan nu door naar de dag 10 megadozen. Here we go. 11. Nee, oké. Niet 11 resterende items, please. Ik wil 11 resterende items. Geef me die 11 resterende items. Nou, hier 5 krijgen we nog wat. Nee, oké, nu krijgen we niks. Nou, wel een Poco spelerspictogram. Die is sowieso wel heel erg leuk. Maar nu hebben we nog maar 6 megadozen. Het gaat niet super lang meer duren. Dus ik hoop dat we nog eventjes iets leuks krijgen. En ik hoop dat we ook nog een legendarische knokker gaan krijgen. Dus here we go. 6 items. Oh, dit kan hem zijn. Dit kan hem zijn. Kom op. We hebben iets. We hebben iets. Jessie Ridder. De gouden. Oké, die is leuk. Dat is echt een leuke skin. Maar dat is geen legendarische knokker. Hier ben ik wel echt blij mee, oprecht. Nou, we gaan meteen door. Please, please, please. Wat hebben we nu? 4. Oh, nee, dat is minder. Oh, nee, we krijgen hier niks uit. Kom op, nog maar 4 dozen. Nog maar 4 dozen. Kunnen we nog een knokker krijgen? Ik wil nu gewoon een nieuwe knokker. Please. 7. 7 resterende items en 550 bling. Dit gaat een banger doos worden. Oké, 17 krachtpunten. Misschien toch niet. Oh my god, 2000 XP verdubbelaars en nu al een item bij nummer 4. Dat betekent toch wel dat we 2 items krijgen. Ik denk het wel. Crow, een legendary knokker. Of nee, het is een skin. Nou, dat maakt niet uit. Dat is echt zo'n voorbeeld van te vroeg juichen. Nee, ik was vergeten dat ik Crow al had op dit account. Ik heb Crow namelijk niet op mijn main account. Ik dacht eventjes dat ik op mijn main account zat. Nee, oh nee. Ik was te vroeg aan het juichen. Ik was jullie helemaal aan het ophypen die paar milliseconden. Het is een skin voor Crow. Wel oprecht een hele toffe skin hoor. Dit is echt een coole skin. Maar ik was vergeten dat ik Crow had. Dat is echt jammer. Nou, die gaan we sowieso eventjes uitrusten. En we hebben nog iets. Dat is die rode Rico. Oké, ook wel een leuke skin, maar geen legendarische knokker. We hebben nu nog maar 2 dozen. Trouwens ook nog wat leuke dingetjes daarna. Oh nee, trouwens, we hebben nog 3 dozen. Oké, daar gaan we eventjes heel snel doorheen. 2000 XP verdubbelaar. Dit kan hem zijn. Dit kan hem zijn. Dit is hem niet. Nee. Nee, nee, nee. Dit is hem totaal niet. En dan zijn we nu aangekomen bij de laatste dag. Dag 13. Die gaan we nu kopen voor 80 gems. Here we go. Nu moeten we bidden. 3 resterende items. Dit kan je toch niet doen, game. Die hierna is sowieso 11 resterende items. Omdat deze 3 had. Kom op. Kom op. 3. Hoe kan je nou weer zo eindigen?